Maar nu gaan we eerst onze vriendinnen volgen. Ze lopen hier nu vlak voor de cabine. We zien ze niet. Enkel in dat groot spiegeltje. Daarom is dat erop gezet, maar dat is nog maar enkele jaren. En nog hebben we vrachtwagens, zijn er vrachtwagens die dat nog niet hebben. Dat is allemaal voor de veiligheid. We hebben net zo'n spiegeltje, de stoepspiegel hier. En dat is voor de zijdeur. Als men naast de cabine staat, zie je in dat stoepspiegeltje, dan ziet men ze ook. Naarmate ze naar achteren gaan, zien we ze in het bolle spiegeltje onderaan. En als ze nog verder naar achter gaan, zullen we ze dus eigenlijk ook zien in die bovenste spiegel. Daar zien we dus eigenlijk al onze politieman maar niks. Voilà. En dan zou je zeggen, allee, wat is daar nu gevaarlijk aan? De vrachtwagenchauffeur ziet toch altijd van de ene spiegel in de andere, ziet men ze lopen. Maar we staan nu stil, hè, mijn vriendinnen. We staan nu stil. We hebben daarnet gezien in het filmpje dat ik op een bepaald moment de richtingaanwijzer geef naar rechts, om naar rechts af te slaan met die lange vrachtwagen. Wat moet ik nu doen eigenlijk om naar rechts af te slaan? Voor eerst beginnen rijden en naar links draaien om die bocht groter te nemen, zodanig dat ik niks raak met die oplegger die ik aan heb hangen. Jullie zouden dan denken, staat rechts van die vraag, die vrachtwagenchauffeur heeft zich vergist, hij gaat zijn richting aangeven naar rechts, maar toch rijdt hij naar links. En jullie zetten aan op de fiets om het kruispunt over te steken, maar plotseling kom ik met een vrachtwagen naar rechts gereden en onvermijdelijk zitten jullie dan echt waar onder die banden van de oplegger. Ik heb ooit het ongeluk zien gebeuren, een vrouw op de fiets, de chauffeur van de vrachtwagen voelt niks. Hij voelt niet dat hij een vrouw heeft omvergereden. Een mensenlichaam is geen betonnen blok. Als het een betonnen blok is, dan gaat je wel wat voelen. Maar wat is nu het effect van een lichaam dat onder de banden terechtkomt? Dat wordt geplet onder de banden, wordt als geplet en opengespat lichaam, draait dat mee met de banden. De fiets wordt vermorzeld en dat is dan het dode hoek ongeval.